De ex-partner van Gabi Blaser blijkt door een moeilijke tijd te gaan. Hij zou zijn kind niet mogen zien van Gabi. Yvonne Kodewijer deelt hier dan ook een koopje over. De ex van Gabi en tevens vader van hun kindje heeft het zwaar te verduren. Althans, dat is wat hij in zijn eigen omgeving verkondigt. De twee waren goed uit elkaar gegaan, zo deelde Robin dit er. Maar zodra Gabi verhuisd was, verbood zij hem om hun kindje nog te zien. Hoewel Gabi en Robin voorheen samen in Maastricht woonden. Moet hij nu ieder weekend op zaterdag vanuit Maastricht naar Amsterdam rijden om zijn dochter te kunnen zien? Zo deelt Yvonne. Ondanks de bezoekjes aan zijn dochter mag hij niet een op een tijd met haar spenderen. Wanneer hij daar komt, zijn Gabi en haar ouders er altijd bij en mag hij onder toezicht oog van iedereen met zijn dochter in de woonkamer spelen. Hij wil haar graag meenemen naar zijn huis, waar zij altijd samen hebben gewoond, maar volgens Gabi is dit niet goed voor de ontwikkeling als hun dochter te veel in een andere omgeving is en zou het stressvol zijn voor haar. De verhalen dat Gabi een knettergekke vrouw zou zijn, zijn hierbij bevestigd. Het valt Robin erg zwaar en hij overweegt dan ook om vervolgstappen te zetten. Hij zit hier heel erg mee en hij zegt dat als Gabi zelf op stap is of op reis is, dat hij dan niet eens mag langskomen, ook al is een dochtertje bij de ouders van Gabi. Hij wil graag juridische stappen ondernemen, maar omdat hij zo'n drukke agenda heeft en al blij is dat hij op vrije momenten zijn dochter kan zien, twijfelt hij of hij dit wil doorzetten.